Kun jij voor de mensen die kijken die nog nooit op een voetbalveld hebben gestaan even uitleggen hoe jij het verschil merkte tussen de aanvallers van vandaag en die van afgelopen donderdag? Ja, nou ja, dat is hoe groot dat is. Dat is niet eens de aanvallers. Ik denk dat het gewoon het hele team is. Dat we donderdag allemaal ver onder de maat waren. En dat we het vandaag een stuk beter hebben gedaan. Alleen dat moeten we eigenlijk iedere wedstrijd kunnen leveren. Zou je dit oranje van vanavond als goed omschrijven of is dat nog iets te veel van het goede? Ja, ik denk dat het nog een heel stuk beter kan. Ik denk dat duidelijk is. Maar ik denk dat als we de strijd leveren die we vanavond leveren, dat het dan in ieder geval een heel stuk beter is. We zagen een filmpje, Gullit maakte een filmpje in de kleedkamer. Dat is denk ik de nieuwe social media manager. Jullie zaten er wel verslagen bij. Is dat het gevoel wat toch overheerst omdat Zweden nu uitloopt? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er gewoon nog twee wedstrijden te gaan zijn en dat we die allebei moeten winnen. En dat het uiteindelijk op de laatste wedstrijd zal aankomen. Wat is de afspraak? Want jullie hebben achterin natuurlijk met Volsumenza gespeeld, nu met Tete. Jij en Stefan naast elkaar is altijd. Wat is de afspraak voor jullie qua opbouwen? Ligt dat altijd op jouw schouders? Is dat een afspraak? Gaat dat automatisch zo? Ja, volgens mij leek het vandaag wel inderdaad weer of het op mijn schouders kwam. Maar dat is een kwaliteit van mij. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar tegen Frankrijk zwaar tekort in schoot. Dat ik daar niet mijn normale niveau haalde. En dat vandaag wel weer goed was. Nog steeds niet... Niet het niveau waar ik naartoe wil en waar ik naartoe moet. Belangrijkste vraag, gaan we het halen? Gaan we wel voor, anders heeft het geen nut. Zeg nou ja joh, in plaats van daar gaan we voor. Oké, dan gaan we het halen.